Sander Luiten, is 0-3 voor Heerenveen een terechte uitslag vanavond? Nou, gezien het veldspel vind ik zeker de eerste helft niet. Randje buitenspel, misschien echt wel buitenspel, de eerste goal. En we hadden een iets ander strijdplan deze wedstrijd. Wat hoger druk zetten, waarmee we een tegenstander wellicht konden verrassen. Wat eerder de bal veroveren. Nou, en op basis daarvan vond ik zeker gezien de eerste helft, vind ik 0-3 een geflatteerde uitslag. Ja, wat mij ook opviel. Natuurlijk weet iedereen dat jullie nog geen punten hebben. Ja. Maar jullie voetbalden gewoon vanaf het begin gewoon zonder spanning erop. Ja, die spanning die zit er bij ons wel elke wedstrijd wel op. Maar op een of andere manier komt dat dan in deze wedstrijd door agressief verdedigen uit. En dat is hartstikke mooi om te zien dat de ploeg daarin ook progressie kan maken. Vorige week was het een heel ander verhaal. Toen stonden we binnen 8 minuten met 0-3 achter. Ja, dan speel je eigenlijk na de eerste 10 minuten al een verloren wedstrijd. En dat is ook het mooie aan voetbal, dat je op die momenten zeg maar heel snel weer kan leren en kan verbeteren. Ja, ik zei het al even, jullie hebben nog geen punten gehaald. Natuurlijk is het prachtig dat je Eredivisie speelt, maar is dat toch lastig voor zo'n elftal en zeker ook als coach? Ja, als coach ben ik met name bezig met het proces. En we wisten van tevoren dat het super lastig zou zijn als je kijkt naar alle ploegen in de Eredivisie. Ja, die spelen daar al 4, 5, 6 jaar. Die hebben ook die speelsters die ervaring hebben. Ja, wij komen net kijken. Dus dan heb je te maken met een gat. Wat je uiteindelijk door veel motivatie, veel strijd en met een bepaald idee van voetballen moet proberen te dichten. Nou, en daar zijn we in september mee begonnen. En ik vind dat daar bij Vlagen echt nog wel progressie in moet gaan komen. Maar wat je zelf aangeeft, we voetballen zeker in sommige delen van wedstrijden, voetballen we leuk mee. En dat is wat de meiden zeg maar, zich constant voor moeten houden om die progressie en maar ook de motivatie zeg maar, vast te houden. Wat zijn de stappen die jullie nu al gemaakt hebben? Heel veel meiden die trainen bijvoorbeeld 2-3 keer in de week. En nu trainen we vast 4 keer in de week met een wedstrijd erbij. Dus in belasting en belastbaarheid maken we zeker stappen. Nou, daar moeten we als staf zijnde gedegen rekening mee houden dat we speelsters niet in de overbelasting gooien. Ook zeg maar, de ervaringen die we meenemen in wedstrijden, ja, dat is allemaal winst voor ons op dit moment. Even buiten alle resultaten gerekend. Hoe vind je het überhaupt om in de Eredivisie uit te komen? En zelf ook als coach, maar ook gewoon als ploeg? Ja, het is het hoogste platform in Nederland. En dat is altijd mooi om daar, om daar je eigen kwaliteit zeg maar, te laten zien. En dat houdt ook de speelsters zeg maar, gemotiveerd. In wat ik net zei, elke week krijgen zij een nieuwe kans om te laten zien hoe goed ze zelf kunnen voetballen en hoe we als team zeg maar, gegroeid zijn. Ja, niets mooier is er volgens mij. En hoe erg leeft het vrouwenvoetbal in Rotterdam? Nou, het is startende. Dus in die zin zou ik zeggen, het kan alleen maar meer worden. We hadden wel gehoopt, zeker na het EK-succes van afgelopen zomer, dat er nog meer animo zou zijn. Maar de amateurclubs die werken daar heel hard aan om het meisjesvoetbal te promoten en om het een plek te geven in hun eigen vereniging. Ja, en dat wij daarin de top zeg maar, kunnen en mogen zijn, dat is fantastisch. Want waar komen al de speelsters vandaan die nu bij jullie in het elftal zitten? Hier gewoon vooral uit amateurclubs uit de regio? Ja, we hebben een aantal meiden zeg maar, die komen bij Barendrecht vandaan. Wat vorig jaar in de topklasse speelde, nu nog steeds trouwens. Maar er zijn daarvan een aantal speelsters overgeheveld. Een aantal meiden die hebben vanuit selectiewedstrijden zeg maar, zijn doorgestroomd naar onze groep. En een aantal meiden die hebben al wat eredivisie ervaring, die komen van ADO Den Haag. En waar denk je dat jullie over een jaar zijn? Is het dan de kans al wat groter dat jullie wat stabieler meedoen en echt punten gaan pakken? Ja, dat is wel een van de doelstellingen van de totale organisatie. Om ook op het vlak van het veldspel zeg maar, wat stabieler te worden.
Nou, wellicht dat er in de selectie zeg maar, iets gaat veranderen. Dat kan zijn dat speelsters weggaan of dat er nog wat speelsters bij komen. Dus daar zijn we op dit moment zijn we daar een beeld van aan het vormen. Om die selectie op orde te krijgen en volgend jaar wat meer in balans te zijn. Heb je enig idee wat er gaat gebeuren als jullie straks een keer een punt pakken? Dan zal in de speelstersgroepen het een en ander ontploffen. En ik denk ook dat ze dat zeker verdienen. Maar dan verwacht ik wel een feestje, ja.